We hebben hier 6 gasten aan tafel. Ze gaan zich straks aan jullie voorstellen. Als we kijken op deze afvalberg, hoe dat nu onderdeel is geworden van ons landschap. Maar ook de plassen die we kennen, waar we recreëren, de droogmakerijen. Dat zijn gemaakte energielandschappen. En eigenlijk staan we nu aan de vooravond van een nieuwe transitie. De energietransitie. En dat zal heel zichtbaar zijn in ons landschap. En dat betekent wel dat we moeten gaan kijken hoe we die energietransitie met de impact op onze omgeving op een goede manier kunnen combineren met het landschap. Op dit moment zijn we bezig in Noord-Holland om te komen tot regionale energiestrategieën. En die plannen maken we samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties, waarbij altijd aan de orde is hoe we het op een passende manier doen in het landschap. Er wordt hier gerecreëerd, natuur ontwikkeld, maar er is hier ook cultuurhistorie. En cultuurhistorie, dat wil ik toch even op duiden. We hebben daar een fort en we hebben daar een fort. En die twee forten die zijn onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dat is UNESCO Werelderfgoed, niet zomaar iets. En wat betekent nou eigenlijk die erfgoedstatus? Nou ja, het is werelderfgoed geworden omdat het een universele, uitzonderlijke betekenis heeft. Er is geen enkele andere plek ter wereld met deze geschiedenis. Er zijn 7 werelderfgoederen in Nederland. En dat betekent ook dat er wel alarmbellen moeten afgaan op het moment dat we hier iets willen. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat het een dynamische omgeving is. Er zijn heel veel claims op het landschap. Dus dat wil niet zeggen dat ontwikkelen niet kan. Maar je moet wel heel goed nadenken over hoe je dat dan vervolgens gaat doen. Wij denken, en we hebben een plan gemaakt, er loopt hier zo'n lijn over de stortplaats heen. Dat is de lijn van het erfgoed, zeg maar. Je loopt daar vandaan schuin een beetje naar achter, eroverheen. Wij hier nu eigenlijk in het Schootsveld? Ja, wij zitten hier in het Schootsveld. En aan de andere kant van die lijn is dat buiten het Schootsveld. Wij hebben echt gekeken, we hadden eerst een oppervlakte van 1 hectare of 10, dat struweel aan die buitenkant. En dat hebben we in verband met die Schootse lijn. Hebben we die al verkleind tot 1 hectare of 3,5, 4 of zo nu. Waarbij we volgens mij helemaal buiten het Schootse gebied blijven. Dus eerlijk gezegd denk ik dat er niet eens zoveel problemen zijn om het aan die kant te doen. En daarnaast, ja, als we hier oprijden, dit gebied is natuurlijk prachtig. Mooi open naar de mooie Nijl. Maar de andere kant. Dat is toch eigenlijk wel een verrommeld gebied, vind ik. Het ligt ook nog goed op de zon. Ik heb het idee dat we in dat struweel dat we best wel hele mooie stappen kunnen maken. Maar dan zeg je op lelijke plekken mag het en op mooie plekken niet? Nou, ik probeer altijd te optimaliseren, zeg maar. We hebben een opgave, we moeten met z'n allen uitkomen. En waar zou het wel kunnen? Ik zou willen zeggen, kijk, als dit nu prachtig is en daarna achter een beetje verrommeld, dan zou ik aan willen toevoegen, laten we dan zorgen als we daar iets gaan doen, dat het daar ook prachtig wordt. En daarvoor denk ik dat je een beetje, misschien iets meer out of the box moet gaan denken van welke vernieuwende en innovatieve mogelijkheden zijn er om zonneweides aan te leggen. Ik heb als zitten dagdromen en ook al tekeningen gezien van zonneweides die bestaan en een soort tulpen die s'avonds dicht gaan en 's ochtends weer open gaan. Dus krijg je een mooi bloemenveld. Dat is misschien dan net niet de functie die je hier wil, maar ik zou wel zeggen, ik ga eens op die manier kijken naar dat je kwalitatief hoogwaardig hier iets kunt doen. Wat ook nog eens een keer iets is waar mensen graag naar kijken en misschien wel zelfs naartoe komen. Je hebt natuurlijk hier al schoonheid, want je hebt die cultuurhistorie in de nabijheid. Ja. Nou ja, daar zou je dus, kijk, ik noem net dat voorbeeld van die tulpen, maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik neem als doel om die cultuurhistorie op de een of andere manier zichtbaar te maken in de manier waarop ik die zonneweide daar ga aanleggen. Dat is natuurlijk allemaal niet gratis. Die discussie over geld, dat is precies de reden waarom een programma als de Erfgoeddeal is opgericht door het ministerie van OCW en nog een flink aantal andere partijen. En het uitgangspunt van de Erfgoeddeal is juist die meerkosten die je op zo'n moment moet gaan maken of wilt gaan maken om een goed ontwerp te maken. Daar is dan geld voor mogelijk en daar kun je bij het bureau langskomen om in gesprek te gaan met elkaar. Van nou, zullen we die meerkosten dan 50-50 gaan verdelen, okay, zodat we het voor elkaar krijgen. Ik denk dat we naar de borrel gaan. Het is geregeld. Ik wil er ook nog wel op inhaken. Als we kijken naar wat de Stelling van Amsterdam is, is dat een continue samenhangende landschappelijke structuur met allerlei onderdelen, kazematten, accessen, forten, dijken,
enzovoort. En wat ik nou juist zo spannend zou vinden en interessant, en is ook hier een onderzoek naar gedaan door provincie Noord-Holland en de RCE over energielinies. Die is in 2017 verschenen volgens mij. En er wordt hier gezegd, er is geld. U zegt, ik wil die cultuurhistorie benutten. Nou, ik zou zeggen, ga dan een spannend ontwerp maken die hele stelling benadrukt, in plaats van hier één stukje eraf te pellen. Wat ik heel vaak zie bij de energietransitie, dat het of-of is. Van niet hier, maar doe het maar op zee. Of niet nu, maar misschien wat later. Of niet hier een landschap doen, is het daken maar. Terwijl we echt alles nodig zullen hebben. En dus ik vind het heel terecht dat we proberen zoveel mogelijk multifunctioneel ruimte te gebruiken. Dus als je een dak hebt en dat is daar geschikt, benut dat vooral. Maar het zal niet voldoende zijn. Dus we zullen ook daarnaast moeten gaan kijken naar plekken waar het wel passend is in het landschap. Ja. En op het moment dat je een heel mooi fort hebt en je hebt nog een maagdelijk schootsveld, dan zou dat niet de eerste plek zijn om daar mijn zonnepanelen op te zitten. En tegelijkertijd, ja, het zijn functionele entiteiten, die werelderfgoederen, ook de Hollandse Waterlinie overigens. En dat is best passend te maken en ook heel mooi vorm te geven. Ja, maar de vraag is natuurlijk toch wel, want ik denk dat we dat allemaal wel heel spannend vinden hier, maar mag dat? Want dat erfgoed moet natuurlijk beschermd worden. Wat vindt UNESCO daar dan van? Ja, nou ja, toch even naar onze hoedster van het erfgoed. Nou, momenteel mag het in ieder geval niet op basis van de huidige omgevingsverordening. Maar wat ik ervan weet is dat wel onder discussie is. Nu kan er helemaal niks wat Rosanne terecht zei. Ja. We zijn weer aan het kijken of we toch kunnen kijken welke mogelijkheden er wel zijn. Met behoud, nadrukkelijk, van de UNESCO-wereldstatus. Dat wil niemand verliezen. En tegelijkertijd voelen we ook al aan dat er als er niks kan, dat het wel heel erg niks is. Ja. En hoe kun je de kernkwaliteiten van het werelderfgoed behouden? Tegelijkertijd op zoek gaan naar plekken waar je dat wel kunt versterken. Dus dat is hier aan de orde. Maar ook specifiek is heel aan de orde dat er hier meerdere grenzen bestaan van het werelderfgoed. Er is ook recent onderzoek geweest van het College van Rijksadviseurs. En daarin was eigenlijk de belangrijkste conclusie dat voor het draagvlak ontwerp een van de belangrijkste dingen is. Dus die landschappelijke inpassing. Het uiteindelijk levert voor ontwikkelaars ook meer op. Want als je een goede landschappelijke inpassing doet, dan mag je misschien in de volgende gemeente ook weer een zonneveld gaan ontwikkelen. Volgens mij is het zo dat als we hier een traditioneel zonneweide neerleggen, dan worden we of over 10 jaar, of over 20 jaar, of over 30 jaar uitgelachen. Hè? Dus, en wat we volgens mij moeten proberen, is met wat we hier nou doen, het uitlachen van een traditionele zonneweide naar ons toe te halen. Dus we moeten iets, voor mijn gevoel, iets vernieuwends doen. Daar leent dit gebied zich voor. En daarvoor moeten we een extra effort doen om dat landschappelijk zo in te passen dat je dat ook vernieuwend kunt noemen, anders dan anderen. En in die zin ook in de tijd duurzamer. Zou je hier niet een voorbeeldstellend project dan van kunnen maken? Dat zou ik voorstellen. Ja. Het is echt een balans. Ook netcapaciteit is ook heel erg bepalend. Dus waar kan het überhaupt? We kunnen wel mooie windmolens inzetten en zonnepanelen. Maar als het vervolgens niet afgevoerd kan worden, heb je er niks aan. Nee. Dus we moeten echt met elkaar continu die balans vinden tussen draagvlak, past in het landschap en netcapaciteit. En dat met elkaar brengen in een goede afweging. En wat dat betreft is die ruimtelijke inpassing natuurlijk heel belangrijk. En ook ga ik naar Roel. Ik denk dat je altijd gewoon goed moet kijken naar de context. En het ook niet moet beschouwen als een project. Ontwikkeling, maar als een gebiedsontwikkeling. Dus een projectontwikkeling is een projectontwikkelaar die wil een zonneweide neerleggen en die wil die rendement ophalen. Nou, daar kom je niet mee weg, want dan heb je geen draagvlak. Dus je moet ook landschappelijke inpassing, ook ecologie. Ik werk voor Landschap Noord-Holland. Ik heb aan mijn collega's moeten beloven dat ik alleen maar zonneweides aflever die na oplevering meer natuurwaarde hebben dan daarvoor. Oké, dus dan zeg je, je moet waarde toevoegen, maar dan kost het ook meer geld. Dus dan wordt de business case, want daar heeft natuurlijk Bert wel mee te maken. Het kost niet meer geld, het levert iets minder rendement op. Toch vind ik het woord ruimtelijke inpassing, kwalitatief, het is toch een beetje vager. Kan jij dat goed definiëren dan voor ons? Kijk, eigenlijk is een zonnepaneel een lelijk ding. Daaronder zit een fundering, die is nog lelijker. Dus waar ik mee begin is zorgen dat je in ieder geval die fundering niet ziet. Kun je heel simpel doen door in plaats van een hek tegen een zonneweide gewoon een sloot te graven met plasdrasoevers, riet erin, een kadertje. Nou, dan heb je en natuur en je ziet de funderingen niet meer en het is beter ingepast. Dus het is eigenlijk heel bazaal vaak hoe je dingen inpast. Wat je moet maken is een gebiedsplan waarin alles zo goed mogelijk in elkaar past. Dat is denk ik de uitdaging. En dan moet je misschien wel eens zeggen, dan gaan we de gebiedsurgenties van een demarcatielijn die ooit is bedacht in de jaren 50, maar die totaal onzichtbaar is geworden, moeten we dan misschien wel
minder belangrijk maken dan gewoon een heel goed plan waar iedereen enthousiast van wordt. Maar het gaat er natuurlijk om dat je toch op de een of andere manier dat gevoel en die grootschalige structuur, want het is natuurlijk een grootschalige erfgoedstructuur, dat je dat wel op de een of andere manier intact houdt. Als je ook die lijn ziet van die hele stelling, dan is dat een, dat is het unicum, is juist die combinatie van die grote structuur. En het gaat ook niet alleen om die lijnen, maar om de groene gebieden, de open gebieden ertussen en om die zichtlijnen. En dus niet alleen om die harde lijn, maar om de hele ervaring ermee eigenlijk. Nou, misschien dat je het zelfs breder kan trekken, want we spitsen het nu toe op werelderfgoed, want het is ook lekker, dat kunnen we goed doen. Ja. Maar gelukkig is Nederland niet alleen maar werelderfgoed, maar moeten op heel veel meer plekken moeten er ook zonneweiden en ook windmolens komen. En daarom hebben we ook bij de RCE, waar ik ook werk, hebben wij geschreven, welke landschappen hebben we in Nederland? Wat zijn de karakteristieken van al die landschappen? En als je dat nou eens afzet tegen de mogelijke de mogelijke energiemaatregelen. Nou, zon en wind komen er dan bij, maar er zijn er nog wel een aantal meer te noemen. Hoe verhouden zich die dan tot elkaar? Kunnen grootschalige landschappen lenen zich beter voor grootschalige ingrepen en kleinschalige landschappen voor kleinschalige ingrepen? Dus als je dat als uitgangspunt neemt, dan kun je al heel veel dingen ook uitsluiten of juist mogelijk maken. We zijn het hele proces begonnen met het idee van, we weten dat we heel veel beschermingsregimes hebben als provincie. Het is ongelooflijk wat we allemaal beschermen. Het is ook een hele mooie provincie uiteraard. Maar als we beginnen met die bescherming, dan hoeven we eigenlijk niet eens meer aan die rest te beginnen, want dan levert het er niks op. Dus we hebben ook tegen de gemeente gezegd en uitgenodigd, kom met zoekgebieden. En dan gaan we met elkaar kijken of het passend te maken is met die provinciale regels. En dan zijn we uiteindelijk ook bereid om die regels aan te passen. Strikt genomen kan er helemaal niks in Noord-Holland-Noord op dit moment, volgens de regels van de provincie. We zijn sowieso gedwongen, en dat gaan we ook doen, om die regels aan te passen, om in ieder geval die zoekgebieden die nu naar boven komen, om die te faciliteren. Ja. En gaan jullie daar ook andere partijen bij betrekken om dat te doen? Nee, dat doen we lekker zelf allemaal. Joh. Nee, want dit is je energietransitie, dat doe je bij uitstek. Dat zou zo niet rest ook opgebouwd. Partijen zoals die hier aan tafel zitten. Ja, ik denk dat je goed moet zoeken om een partij te vinden die niet is aan is gehaakt bij dat hele restproces. En dat doen we als overheden, als maatschappelijke organisaties, maar ook met alle deskundigheidsorganisaties die ook uiteindelijk relevant zijn. En niet alleen bij het vinden van die zoekgebieden, maar zeker ook straks bij de realisatie. We vieren dit jaar niet alleen het landschap, maar we vieren de veranderingen. Dank jullie wel, ik ben een looploos en ik ben nat, maar daar zitten wij niet mee. Want we zaten hier gezellig en we zaten hier ook mee. Dank u wel.